Welkom bij de Primat Academy. Vandaag staan we hier bij de Scheduling Game. Dat is de afsluiting van het traject. En hier krijgen onze kersverse Project Controls Engineers hun certificaat. Dus de doelstelling van de Business Game is dat de deelnemers het tegen elkaar opnemen. En ronde per ronde wordt de probleemstelling wat complexer. Wat het vooral moeilijk maakt is dat de tijd zo kort is en dat niet één oplossing de enige oplossing is. Er zijn zoveel verschillende variaties op de waarheid, wat het alleen maar lastiger maakt. Maar ja, leuk spel. Bij de Primat Academy hebben we een opleidingstraject die zich focust op project controls. Hier leer je controle te krijgen over je project en je projectportfolio. De kracht van de Academy zit in het feit dat onze trainingen zijn ontwikkeld door jarenlange ervaring van onze consultants. Het traject bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste onderdeel gaan we aan de slag met de foundation, de basisprincipes van project controls. In het tweede onderdeel gaan we met de tooling aan de slag, de scheduling tooling. Hierbij kan je kiezen tussen MS Project en Primavera. En het laatste onderdeel gaan we de diepte in met de specialisaties. We hebben de specialisaties risk, kost, claim en information. Onze klanten vragen steeds meer gespecialiseerde integrale projectbeheersing. En de opleiding Project Controls van Primanet biedt een uitstekende basis voor het beheersen van tijd, geld en risico's. Onze adviseurs projectbeheersing zijn opgeleid via de Primanet Academy. En volgen de hele trainingsset om te komen uiteindelijk tot de Scheduling Game. Een mooie afsluiting van hun eerste carrière stap, namelijk het leren van het vak. Het was een leuke dag. Ik heb hem met 30 euro verlies afgesloten. Maar ik heb mijn diploma, dus dat was het waard.